Hey, handwerkmama hier. Met ons vlogje. Ik heb vandaag twee dingetjes. De Spice Market, de kool en de Daily Daisy, een speciaal Valentijnsbloemetje. Nou, de Spice Market ga ik jullie eerst laten zien. Dat is een haakpatroon ontworpen door A Guy With The Hook. Hij zou eigenlijk als kool online komen, maar door omstandigheden is het patroon in één keer online gekomen. Nu ben ik een aangepaste versie aan het maken met de kleuren. Want ik maak hem van een whirl. En dat is de Melting Macron. En paarse Organicum. En ik wil het op naald 3, maar deze doe ik ook altijd op de naald 3. Dus hij ligt even hier. En inmiddels zit ik in week 4. Om een idee te krijgen, dit wordt de Spice Market. Die bestaat in totaal uit 10 delen. Ik post regelmatig updates op mijn Instagram en op mijn Facebook. Het is echt een heel leuk patroon. Als je zegt van ik wil heel graag mijn techniek verbeteren of ik wil even ook proeven aan andere technieken, dan is dit echt een aanrader. Want er zitten dus heel veel verschillende soorten technieken in deze Spice Market. Van zeg maar de klassieke dollies tot overlay technieken. Heel veel puffs. Ja, kijk. Dus je ziet ook, en het gaat nog maar door en door. Dus hier zit echt heel veel. We gaan daar later nog op terugkomen. Want ik wou het vandaag een beetje kort houden. Dus dat is even een korte Spice Market. Het patroon is dus verkrijgbaar via The Guy With The Hook of zijn Ravelry of op zijn website. Ja, dat was dus de Spice Market. Dan de Daily Daisy. Kijk, hij groeit al. Hij groeit al. Ik leg de Spice Market E aan de kant. Hij maakt ruimte voor de Daily Daisies. Nu zaten we van, ja hey, het is bijna Valentijn, daar moeten we natuurlijk iets leuks mee doen. En daar hebben we ook verschillende vragen naar gekregen van, wat kunnen we nou met de Daily Daisy doen om meer Valentijn te maken? Rode bloemetjes, maar ja, vaak zit er als je bij de heetste temperatuur, hebben we rood in de pakketten. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb een stukje rood gepakt van het pakket. Dit is eigenlijk de heetste temperatuur. Daar heb ik een gewone patroontje van gehaakt. Dus 6 vaste, 12 vaste. Dan het restdraadje heb ik genaaid. En ik zal het even met een naald aan, want het is natuurlijk heel klein. Heb ik vanaf hier naar de kern genaaid. Met een paar steekjes. En goed strak aantrek. En dan trekt hij wat in elkaar. En dan heb je een hartje. En verder kun je dan... het beste is wel om eerst even het bloemetje te maken. Dan met het afwerken dat te doen. En dan kun je het bloemetje gewoon afmaken en dan zit hij gewoon dadelijk tussen je daisies een klein hartje. Natuurlijk ook leuk op de dag dat je verkering hebt gekregen of dat je getrouwd bent, kun je natuurlijk een hartje laten terugkomen. Wat we ook al hebben gezien als tip voor minder leuke momenten, zullen we het maar heel netjes zeggen, is bijvoorbeeld een rouwkern, een klein zwart kerntje. Voor de carnaval zijn we ook al bezig, dan willen we de... Wij hebben de osse kleuren, dat zijn mooi twee kleuren. Dan beginnen we met blauw en doen we geel eromheen. Dus zo kun je ook spelen met de daisies. Door bijvoorbeeld ja, iets leuks doen met de kern. Als het voor jou een speciale dag is, kun je bijvoorbeeld de kern een speciaal kleurtje geven. Waardoor de bloemetjes wel gewoon door blijven gaan. En dan blijf je bloemblaadjes mooi de temperatuur aangeven. Nou, ik zou zeggen, handwerk ze en fijne Valentijn.